Vanuit zijn studentenkamer werd hij importeur van Babyliss, een Frans merk in beauty- en haarverzorgingsapparatuur. Het eerste jaar behaalt Babyliss een omzet van een ton. 10 jaar later is dat 25 miljoen en staat Babyliss in Nederland op nummer 1 in de markt van verzorgingsproducten, welke hij in 1994 verkoopt. Dan introduceert hij een eigen merk, Princess Household Appliances, en wordt wereldwijd de grootste aanbieder van chrome huishoudelijke apparaten. In 2009 verkoopt hij deze, maar behoudt het recht om de naam Princess te gebruiken voor andere activiteiten. Hij blijft ondernemen met zijn bedrijf in de Aalborg Groep. Bij alles wat hij doet, houdt hij vast aan dezelfde strategie. Creatief ondernemen, creatief denken, innovatieve producten en vooral het bedenken van unieke marketingacties. De jeugd heeft de toekomst, dus samen met zijn kinderen zet hij nieuwe producten in de internationale markt. Mag ik uw aandacht voor Aad Oudborg. Welkom Aad. Goedenavond. Lekker zitten. Nou, dat was een hele introductie. En volgens mij had die nog vele malen langer kunnen zijn. Gezien jouw staat van dienst. Hoe houd jij al die ballen in de lucht met al die bedrijven die je hebt? Goh, ik heb het net aan iemand verteld. En toen was je ook al een kwartier bezig? Nee, de eerste 10 jaar waren wel heel moeilijk natuurlijk. Hè? Zeker omdat je dan toch een hoop te doen hebt, een hoop stress, alles nieuw. Maar op een gegeven moment kun je heel goed scheiden. Dan kan ik echt van links naar rechts en dan vergeet ik ook het eerste stukje. Dan kan ik door naar het tweede stukje. Mm-hmm. Dat is 10 jaar ongeveer heb ik daarover gedaan. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want zo kun je dus naar verschillende bedrijven op één dag. Nou. Multitasking eigenlijk. Ja, ja. Maar daar heb je ook een hele organisatie achter zitten en in dit geval is dat een heel familiebedrijf. Nou, dat was eigenlijk niet zo gepland, hè, want ik hoorde er net ook inderdaad het bedrijf Princess verkocht. Maar ik heb de naam Princess gehouden, dat wist niemand. En die heb ik eigenlijk gehouden voor mijn kinderen. En toen ik het in het eerste stuk in 2009 verkocht, vroeg ik ook aan mijn kinderen. Die waren s'avonds allemaal bij me thuis. En de raad van bestuur van WMF zat in Duitsland te wachten op mijn antwoord en dat kwam maar niet. En toen zei ik, gaan we het houden voor jullie of ga ik het verkopen? En toen zei mijn zoon, mijn oudste zoon, die zei, pap, als wij goed zijn, kunnen we het zelf ook. En dat vond ik eigenlijk zo'n goeie, dat als je niet goed bent, kun je het grote zeker niet. Mm-hmm. En doordat ik de naam heb behouden, waar natuurlijk heel veel geld in zit in marketing, konden de kinderen vanaf nul met een ander merk beginnen. En zo is eigenlijk Princess Sportsgear ontstaan. Mm-hmm. En toen Princess Traveler, de koffers. En vorig jaar de Princess Hotels. En zo gaat het eigenlijk door. Ja. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook Burgini bij je gestart. Burgini is een nieuw merk. Ja, zijn we afgelopen oktober begonnen. En Burgini ben ik met mijn derde kind begonnen. Dus mijn eerste 2 kinderen die zijn nu los, vorig jaar. En dan ben ik weer met mijn derde kind begonnen. Die is 23 jaar. Nicky. Nicky. Ja. En nou, die doet het merk Burgini. Ja. Maar wat verschilt Burgini nou van de Princess zoals wij het vroeger kenden? Nou, niet zoveel. Alleen dat de creativiteit er weer vol in gaat. Dus wij bedenken echt iedere dag nieuwe dingen die nog niet op de markt zijn. En we hebben nu een huisshow. Dus op dit moment draaien wij een show 2 weken lang. Van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Ik ben nu even weg. En, nou even ja, op en neer naar Eindhoven. Er komen honderden relaties uit de hele wereld. Mm-hmm. Van Hongkong, China, Saudi-Arabië. Die komen echt een dagje op en neer. En die komen dan kijken naar onze noviteiten, naar onze laatste marketing. Ja, en ook op de manier zoals je het gaat doen en wat er aan nieuws is. En ja, dat is heel bijzonder om mee te maken. Ja. Nou, ik wil over die noviteiten hebben, want ja. Als ik naar je koffers kijk, je hebt een koffer op de markt gebracht die, als je hem optilt, dat die ook laat zien wat die weegt. Hè? Dat is natuurlijk wel makkelijk van tevoren voordat je gaat reizen. Dus innovatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Ja. Nou, je bent nou hier in Eindhoven, dus de stad of de regio waar veel innovaties plaatsvinden. Ja, ben je daarvan bewust of niet? Ja, kijk, ze zeiden toen ik met Princess begon, ah, dat lukt je toch niet. Hè, want je kunt nooit tegen Philips aan, hè, dus van deze stad. Hè. En dat verhaal had ik al eerder gehoord met Babyliss, dat lukt je toch niet. En iedere keer hoor je dat weer. En juist als ze gaan zeggen, het lukt je toch niet, dan word ik pas wakker. Dan vind ik het echt leuk hoor. Dat word je gedreven. Ja, want alles lukt als je het maar wil. Nou. Maar creativiteit en echt vernieuwend zijn is wel ontzettend belangrijk, juist in deze tijd. Maar hou je die creativiteit in huis of ga je daar ook jonge talenten ook voor aanspreken? Wij staan open voor alles, dus we krijgen heel veel ideeën van buiten. Maar ik denk dat 95% toch vanuit ons gezin of vanuit het bedrijf zelf komt. Mm-hmm. En de hele dag denk je, ja, zo zijn de kinderen ook opgevoed, denk je van wat moeten we nou anders maken dan anderen?
Je kunt niet met eenzelfde waterkoker komen of met eenzelfde frituurpan. Daar moet je iets op verzinnen. Maar, sorry, ik onderbreek. Maar ben je niet bang dat, dat je op een gegeven moment die creativiteit, dat dat binnen dat kader van de familie blijft? Dat je zegt van nou, het is ook wel eens nodig om eens een keer een tafel van een x aantal personen van fris buiten eens neer te zetten? Jawel, dat kan. Maar wat ik al zei, we krijgen zoveel ideeën vanuit onszelf. Mm-hmm. En als je dat nu deze week ziet, die worden gepresenteerd op de show. Mm-hmm. En dan luisteren we heel goed naar alle klanten. En daar komen heel veel ideeën op af. Dan wordt die weer beter gemaakt. Mm-hmm. En dan soms weet je al dat je meteen kunt beginnen. Maar soms is er ook nog een tussenstap. Dan hebben we de tweede show in september. En dan doen we het nog een keer opnieuw. En vanuit daar weten we zeker waar dat gaat lukken. Bijna altijd als wij 90% van onze klanten zegt, dat is bijzonder of dat zien we zitten, dan wordt het een succes. Dat heb ik heel mijn leven eigenlijk zo wel meegemaakt. Mm. Wat is het nadeel van het hebben van een familiebedrijf? Want het heeft heel veel voordelen, dat begrijp ik. Dat heb ik ook gelezen in je boek. Daar komen we daar op terug. Ja. Wat is het nadeel van het familiebedrijf hebben? Nou, ik heb 5 kinderen van 1 vrouw. Is dat een nadeel? Nee, het nadeel daarvan is dat de eerste 3 al in de zaken gaan en willen. Ja. En dat ook zelf willen. Dus niet door hun vader worden gepromoot of gedwongen. Dat is wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Want ik heb zelfs 10 keer gezegd tegen iedere keer, ik zou het niet doen. Ik zou iets anders gaan doen. En toch begonnen. Nou, dat is heel bijzonder om mee te maken. Maar mijn vrouw zegt dan af en toe wel, Jezus, wat doe je ze aan? Ik zeg, ja, ik doe ze niks aan. Ze wilde het. Ja, maar het is natuurlijk echt nachtwerk, iedere dag. Je bent er altijd mee bezig. Het moet een stuk van je leven worden. Je neemt het echt iedere dag mee je leven in. Ook op vakanties. Ja, dat hebben alle ondernemers, denk ik. Maar veel kinderen, Aad, hebben ook natuurlijk last van het losweken van vader of moeders. Hè? Dat ja. zie je vaak. Vandaar straks ook mijn vraag van, is het ook niet fris om af en toe eens een keer een geluid van buitenuit te horen? Wel, om die prikkel te zoeken, zeg maar. Tuurlijk. Hè, ze kijken tegen je op. Ja, ze hebben een raad van commissarissen van buitenaf. Hè, dus dat is leuk. Dat doe ik juist bewust om niet alleen hun vader te hebben. En ik bemoei me in zoverre niet met hun bedrijf, dat ze moeten ook fouten maken. En ik vond het altijd heel leuk vanaf nul te beginnen, hè, met Babyliss, toen Princess, om vanuit mijn eigen hart de dingen te starten. En dat heb ik heel leuk altijd heel gevonden, maar dat heb ik ook echt goed bedacht. Dat mijn kinderen dat nooit aan moet doen, dat ik allemaal ga zeggen wat ze moeten gaan doen. Want dan is er geen fluit meer aan. Dus zij moeten zelf doen hoe ze het zelf beleven. En dan wordt het echt spannend. Ja. Vooralsnog gaan je kinderen mee in datgene wat jou ook altijd heeft onderscheiden. Als het gaat om de marketing, hè? Ja. Dus het zoeken van entertainment, bekende mensen. Ja. Dat is nog steeds zo, toch? Ja, mijn zoon noemt het anders, hè? Maar het komt op hetzelfde neer, ondernemers entertainen. Ja, dat klinkt heel makkelijk. Hè? Vaak denken de mensen, we nemen een artiest en we zijn klaar. Dat is het helemaal niet. Nee. Het gaat juist om die kleine dingen die het alles zo bijzonder maakt. Dus je kunt ook met heel weinig geld hele bijzondere dingen doen. Wat zou een advies zijn? Want er zitten hier ook jonge ondernemers in de zaal. Sterker nog, straks gaan er een aantal hier pitchen. Ja. Wat zou een spontaan eerste idee zijn als je dus niet of nauwelijks geld hebt om marketing te voeren? Nou, allereerst moet je product natuurlijk echt top zijn. Hè? Dus wat ik zeg, als je de competitie aangaat met alle concurrenten, ja, dan kun je alleen nog op prijs winnen. Dat kan niet de bedoeling zijn meer in deze tijd. Dus je moet vernieuwend zijn. Dat kan bijvoorbeeld die koffer zijn met een ingebouwde weegschaal. Dat je meteen ziet hoe zwaar die koffer is. Ja. Een ander idee kan zijn dat een koffer waar je even je telefoon aan kunt opladen. Hè? Vaak is je telefoon leeg als je aan het reizen bent op de luchthaven. Nou, mijn zoon bedenkt dat je die koffer oplaadt. Dus er is een oplader aan. En die telefoon kun je daarvoor gebruiken. Ook je iPad en dat soort dingen. Dan krijg je al heel makkelijk publiciteit. Is dat gepatenteerd meteen ook of niet? Ja. Ja, dat is nu in combinatie gepatenteerd. Maar dan kun je dus heel gemakkelijk je publiciteit krijgen, want het is nieuw. Mm-hmm. Je schrijft je in, en dat was wel leuk, ze hebben zich ingeschreven voor allerlei wedstrijden met de producten, om awards te winnen, innovatie awards of dat soort dingen. Dus ze hadden zich ingeschreven en ze hebben nu net 2 weken geleden de Red Dot Award, dat is een van de grootste prijzen in de wereld, gewonnen. Nou, en daar kun je echt mee pronken, zeg ik dan. Dus dat is leuk, ook naar je klanten, maar ook om daarop door te beduren. Kost je dus helemaal niks. Het valt me op dat jullie eigenlijk vrij weinig actief zijn op social media, terwijl daar natuurlijk ook heel veel terrein te winnen is tegenwoordig. Ja, staat ook wel in mijn boek, hè. Ik schrijf er ook over, want dat is heel belangrijk. Maar de combinatie is heel belangrijk. De jeugd zal heel veel sneller zeggen, oh god, social media is van deze tijd, is het ook. Maar je moet ook
toch niet de kranten en ook niet de tijdschriften en ook niet de evenementen vergeten. Nee, zeker niet. En ik denk als jij een hele goede combinatie weet te maken tussen die twee, dan ben je volgens mij heel goed bezig. Ja. En dat is wat wij proberen. Ik denk wel dat het voor veel ondernemers heel inspirerend zou zijn als jij gevolgd kan worden. Dus op het moment dat jij het vliegtuig instapt en gaat weer naar het Midden-Oosten of naar China of whatever. Ja. Dat mensen dat ook zien, waar jij mee bezig bent. Maar volgens mij is dat ontzettend leerzaam. Los van het feit dat je het ook in je boek omschrijft. Hè? Ja, maar dat zou ik niet willen. Hè? Dus zit het er niet in? Of, Nou, ik vind het niet leuk. Hè? Ik voeg het ook niet toe. Zo'n boek wel. En ik vind ook Facebook of Twitter of wat het ook mag zijn voor je bedrijf. Fantastisch, moet je ook zeker doen. Dus dat doen mijn kinderen ook. Dus daar ben ik een groot voorstander van. Maar je moet een goede combinatie hebben. En wat ik al zei, kijk. Ik heb laatst voorgelegd aan een groep. Mensen die in social media sterk bezig zijn. Dat heb ik gevraagd. Vind voor ons bedrijf nou eens de adviseur. Die los van de belangen die hij heeft in zijn bedrijven. Dus gewoon als adviseur kan aangeven. Wat wij nou moeten doen om dit product morgen zo goedkoop mogelijk de wereld in te krijgen. En bekend. Nou, tot op de dag van vandaag heeft niemand mij dat kunnen vertellen. Want het zijn allemaal verschillende disciplines. En ik denk dat er een enorme markt ligt, en misschien zit er hier vandaag al iemand in de zaal, die al die disciplines zeg maar neutraal kan adviseren. Want daar ligt naar mijn idee de grote kracht voor een merk of een bedrijf, of wat dan ook, zeg maar, om bekend te worden.